mensen, mijn naam is Cedric en welkom terug op mijn kanaal. Fijn dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we weer zoiets heel speciaals doen. Ik was zo'n keer aan het kijken naar een andere YouTuber genaamd JMX. Nederlands JMX. En die maakt filmpjes, ja, vooral strip FIFA filmpjes. En die heeft op dit moment 1.412.695 abonnees. Gewoon met strip FIFA video's te maken. En ik vind dat nogal, ja, ik weet niet. Er mankeert echt iets in mij, maar niemand kijkt naar zijn video's of zo. Ze kijken er wel naar, maar ze spoelen gewoon, de meeste, zoals ik bijvoorbeeld, spoel gewoon door naar het einde om te zien wat er iets te zien valt. En als jullie mij niet geloven, ik zal eerst een paar beelden laten tonen. De originele beelden van zijn filmpjes zal ik eerst eens laten tonen. En dan praten we verder over deze toch wel rare YouTuber. Maar ja, het werkt blijkbaar. Okay, so I've got a couple players who I'm gonna be experimenting with, and I've got a feeling they're gonna do sick. First up, Mikel Mkhitaryan. Now he's not gonna be too cheap, but he is a new signing for Man United. I'm super excited, and I feel like he could just take the Premier League with storm. Fingers crossed, he does really well. And then the second player I'm gonna go with is Jordan Ibe. He's just signed for Bournemouth. He was really sick when he got the chance to play for Liverpool, and he's sort of the main man now there. So I feel like he could do sick this season. What do you think? Yeah. Yeah? You're just gonna smile and agree. Thank you. Anyway, so if you guys think you can beat me in Dream Team, make sure you check out the link in the description down below so you can join my mini league. And if you're super, 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 super confident, then screen grab your team and tweet it with the hashtag it pays to experiment. That could win you a once-in-a-lifetime trip to Spain to see the El Clasico. But anyway, that is the end of this strip experiment. It was really fun to record. I hope it was fun to watch. I hope you guys all have a sick day. Subscribe if you're new around here. And yeah, I'll see you guys next time. Bye! I cannot believe this. 1-0-1. I actually cannot believe this. That is a sick team. And you know what that means? Getting hot in here. I'm sorry. Sorry, Jess. Getting hot in here. So hot. So take off all your clothes. Boobies! Goodness sake. Alright, I'm the loser. Boobies! You're the loser. This guy's the winner. I'm the winner. What can I say? I've just won. Boobies! I've won. Anyway, so that is going to be the end of the video. If you enjoyed it, please do leave a like. If you want to see another one, remember where we've been playing Foot Draft and, you know, actually playing FIFA, which a lot of you guys do like as well. So we're going to do that. If we can hit 50,000, we can do that. I think we can do that. Subscribe. You want to see me kick his ass. Yeah, it's not going to happen. It's not going to happen. Subscribe if you are new around here. But most importantly of all, have a freaking sick day. Say bye, Jess. Bye. See you guys later. Bye. Yo, what's up, guys? It's Joe here. And welcome to a Try Not To Laugh challenge. Got a selection of funny videos put together. If you laugh, you get sprayed. Save it. So how it's gonna work is we're going back for 10 minutes. Both of them are gonna have to either decide what we're gonna get. We are gonna get an inform, or we not get an inform. What's an inform? Bruh. Basically, if they play well in real life, then they get the black cards. Yeah. Okay, so will we, do you reckon we'll get an inform in 10 minutes? They're quite hard to get. No. You don't? No. I think we might, so I'm gonna say yes. Okay, so if we get an inform, let's just go to the first pack that we get. Fuck off. Wow. Next pack, everything good. Ooh. Loretta. Oh, Morata. Please. Oh, freaking get it! No. Come on! I mean, yay! I've got no way we've got info on Kalou. I haven't got a clue how that's happened. Wonderful. There we go. Mimi has lost. Oh, Cortez. Do you want to open some packs a bit? I'm gonna sort of outro the video kind of thing. Remember, Be Free is coming at 1 million subs. So if you're new around here, make sure that subscribe button. And if you wanna see a Q&A,
then hit 20,000 likes. I bet you can do it. I know you guys are going to do it. Thank you to Mimi and Evie. Pleasure. Well, coming on. Evie does have a YouTube channel. You can find that in the link in the description down below. But yeah, guys, I hope you have enjoyed it. It's been really good fun. I don't know how you're so good at FIFA and so good at foot draft. It's like you're not a girl. It's ridiculous. There will be a behind the scenes video as well as this, and I think we're going to do a foot draft video with Mimi as well. So look forward to that. Thank you very much for watching, guys. And yeah, I'll see you guys next time. Peace. Bye. Zo mensen, jullie hebben nu een paar korte fragmenten kunnen zien waarin hij toont wat hij zo allemaal doet. Dit zijn de video's die JMX of JMX maakt. En ja, dat lokt kijkers blijkbaar. Hij heeft altijd, moet daar eens op letten, ga eens naar zijn kanaal. Op zijn gewone video's heeft hij zoiets van 500.000 kijkers. En op die video's heeft hij in één keer 1,5 miljoen tot 2 miljoen kijkers. Dus die heeft ook alleen maar abonnees. Als hij die video's maakt, dan kijken ze. Dus als er nu meisjes aan het kijken zijn en die zeggen van oh, ik zie dat ook wel zitten, ik wil dat ook wel doen. Ik kan FIFA spelen, jij kunt dat doen. Ga veel kijkers lokken en we delen in de winst. Zou toch tof zijn, hè? Ja. Dus als jullie je geroepen voelen, laat het zeker weten. Het was maar een grapje, hè. Of, je mocht je altijd iets laten weten, hè. Oké, dit was even om te zeggen van er zijn dus YouTubers. Dus je moet vaak moet je geen talent hebben om ver te geraken op YouTube. Je moet niet te veel talent hebben. Je moet zelfs geen FIFA kunnen spelen, want zij is serieus. Hij speelt strip FIFA, maar die FIFA boeit niet. Het is gewoon die strip dat belangrijk is voor de meeste kijkers. En daarom spoelen ze ook meestal door tot het einde. Ik zou zeggen, we laten het hierbij. Ik heb op JMX gereageerd. Ik vind, ja, ik kijk wel naar zijn video's, allee, vooral het laatste, maar als je zo je kijkers moet lokken en als je zo je abonnees moet krijgen, dan vind ik het toch maar. En het ergste van al is, allee, hij heeft nu een lief, die Jess dat je zult gezien hebben, die iets bruinere zo, dat is zijn lief. En dat is echt een slut. Nee, echt, dat is echt een slut. Wat die, elke keer als die meedoet in een video, zit die gewoon in een topje of zo, vind ik veel. Die heeft nooit helemaal dat ze gewoon kleren aan heeft. Dat moet altijd zo een beetje bloot zijn. Want dat lokt kijkers blijkbaar. En dan soms laat hij dan nog van die mensen komen die hij waarschijnlijk keiveel moet betalen. Wat echt zo echte sletjes. Maar die hij echt veel moet betalen. En die voor hem dan strip FIFA spelen. Om, ja, dat ze toch genoeg betaald worden. En dat lokt kijkers. En dat vind ik wel. Allee, ja, ik bedoel, als je zo je kijkers moet lokken, dat is wel triestig, vind ik persoonlijk. Dit terzijde, ik hoop dat jullie van genoten hebben. Vergeet zeker niet om te liken op mijn... vergeet zeker niet om te liken deze video. Deze video te liken. En te subscriben op mijn kanaal als je dat nog niet zou gedaan hebben. Trouwens, ik heb nog een belangrijke mededeling, nu dat we hier toch samen gezellig zitten. Ik ga een Q&A doen binnenkort, want ik heb nu 74 abonnees. Yay! En bij de 75ste abonnee ga ik een Q&A doen. Dus als jullie al vragen hebben, laat ze zeker in de comments. Stuur ze mij op Facebook, maakt niet uit. Maar stuur mij gewoon vragen. En die ga ik dan beantwoorden in de Q&A als ik 75 abonnees heb. Maar voor nu, bye!